De wisselkoers van een munt kan beïnvloed worden door verschillende indirecte factoren. Inflatie is daar één van. Inflatie is de stijging van het algemeen prijspel. En in dit filmpje bekijk ik de invloed van de inflatie op de wisselkoersen. Om de effecten wat concreter te maken, vergelijken we twee landen, namelijk Frankrijk met de euro en Zwitserland met de Zwitserse frank. Stel dat in Frankrijk de prijzen met 2% stijgen, maar in Zwitserland met 3%. Dan zal dat een invloed hebben op de producten die we in die landen kunnen aankopen. Doordat de prijzen in Frankrijk minder sterk stijgen dan in Zwitserland, zullen de producten in Frankrijk relatief gezien goedkoper geworden zijn en dus ook meer gevraagd worden. Er zullen meer Zwitsers naar Frankrijk komen om producten te kopen. De Franse export neemt dus toe. Tegelijkertijd zullen de Zwitserse producten minder interessant worden en zal er dus minder gevraagd worden op de Zwitserse markt. De Zwitserse export neemt dus af. We kunnen beide markten ook grafisch weergeven. Aan de linkerzijde wordt de euro uitgedrukt in Zwitserse frank en rechts wordt de Zwitserse frank dan weer uitgedrukt in euro. Doordat de Franse producten interessanter worden, zullen de Zwitsers dus meer producten willen kopen. Dat doet de vraag naar euro toenemen. Dat betekent ook dat de Zwitsers hun eigen munt in de plaats moeten aanbieden om die euro te verkrijgen. Het aanbod van de Zwitserse frank zal dus ook toenemen. Ondertussen zien we dat de Zwitserse producten minder interessant geworden zijn. De Fransen kopen liever in eigen land aan, want daar zijn de prijzen minder duur geworden. Ze zullen dus het aankopen in Zwitserland uitstellen of verminderen. Daardoor zullen de Fransen minder Zwitserse frank vragen en tegelijkertijd ook minder euro's moeten aanbieden op de markt. Beide effecten zorgen ervoor dat de wisselkoers van de euro zal stijgen. De euro zal appreciëren tegenover de Zwitserse frank. Bedankt voor het kijken. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Wil je nog meer info? Dan kan je dat op volgende website vinden.